Good morning guys en welkom bij een nieuwe vlog. Het is al zaterdagmiddag vandaag en ik heb echt een super relaxed en chille self-care zaterdagochtend gehad. En volgens mij had ik daar echt even behoefte aan. Het was zo lekker. Ik heb eerst gesport, toen lekker gedoucht, haren gewassen, gewoon alles gedaan, skincare. En ik dacht, ik ga ook even lekker mijn make-up doen. Dat doe ik dus echt bijna nooit zomaar in het weekend. En ik dacht ook gewoon even aankleden, normale kleding aan. En nou ja, mijn haar is nog steeds nat, dus ik hoef alleen nog even mijn haar te fixen. Dus ik denk dat ik het zelfs even ga feunen met mijn feunborstel. En ja, het is zo koud buiten. Echt niet normaal. Ik denk dat het echt 4 of 5 graden is. Oh ja, ik heb trouwens ook nog even lekker mijn nagels opnieuw gedaan. Dus ik, nou, je kan nagaan dat wanneer ik mijn nagels heb gedaan, dat ik me echt gewoon helemaal compleet voel. Nieuw, fris, echt alles. Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, het is dus echt fucking koud. En het is zo'n grijze dag. En als je dan echt zo'n hele rustige, relaxte zaterdagochtend hebt. En dat je echt gewoon tijd neemt voor jezelf. Het is zo lekker. En dat heb ik echt heel lang niet gedaan. Ik weet echt niet hoe ik mijn haar moet doen. Want het is nog niet gesteld en nat. Maar dat heb ik dus echt zo lang niet gedaan. En ik ben gewoon helemaal zen en relaxed. En nu ga ik even een blogpost weer schrijven voor mijn website. Dat moet ik echt even doen. Dus daar ben ik ook even mee bezig. En ik heb mijn ouders en mijn broertje uitgenodigd om vanavond bij ons te komen eten. Wij gaan altijd daarheen. En ik dacht van, oké, laat ik hun ook maar even een keer roepen om te eten bij ons. En vanavond wordt het ook gewoon lekker gezellig. En ja, maandag is Senad jarig en hij wordt dan 28. En ik ben dus 3 maanden ouder dan hij. Ja, 3 maanden. En ja, kijk, meestal gaan wij sowieso altijd uit eten bij onze favoriete sushi tent. Maar ja, dat gaat dus nu niet. Dus dan gaan we sowieso even eten bestellen van hun. En ja, verder kan je gewoon letterlijk niks doen. Dus toen dachten we, nou laten we maar gewoon wel even huis uitgaan en iets doen. Dus we gaan maandag naar Roermond, naar de outlet toe. En dan ga ik gewoon daar wat voor hem halen. Hij weet ook gewoon niet wat hij wil hebben. Hij heeft ook niet iets nodig. Maar ik dacht, nou daar zijn we zo lang niet geweest. Ik denk dat de laatste keer dat we daar waren echt 2 of 3 jaar geleden is. En ja, misschien vind ik ook wel leuke dingen. Dus I'm excited. Nou, ik ga nu even die blogpost schrijven en dan spreek ik jullie straks. Nou guys, ik maak eerst een lekkere soepie. Oh, dat gaat great. Oké. Nou, ik maak dus eerst een lekkere soep, een groentesoep. Er zit ui in, wortel, rij, selderij, bloemkool. En dat was volgens mij. En ook nog best wel wat kruiden. Dus eerst een lekker soepje. En dan ga ik, aardappelen maken met kipfilet. Dat ga ik even in de oven doen. En ik heb gisteravond al een lekkere taart. Of nee, niet taart. Een cake. Whatever. Iets gemaakt. Maar dat zit in de koelkast. Dus ja, ik ben alvast aan het koken. En mijn haar is ook weer lekker droog en normaal. Dus ja, ik moet nu wel eerst even de vaatwasser uitruimen en dan weer inruimen. Dus ja, ik ben in ieder geval lekker aan het koken. En oh mijn god, de soep ruikt zo lekker. Dit is de eerste keer dat ik zo'n zo'n groentesoep maak. Echt super vers. Ik maak meestal altijd een tomatensoep. Dat vindt Senad echt lekker. Dat is echt zijn favoriete soep. En dat pureer ik dan ook helemaal. Of dat mix ik dan. Maar dit blijft dan gewoon, of ja, dit ga ik dan niet pureren. En de groentesoep eet je dan gewoon zeg maar op. Dat is volgens mij echt een hele slechte uitleg. Maar goed, het ruikt zo lekker. Ik ben zo excited.
Even wat lekker, gewoon lekker groente. Dude, mensen gaan denken dat hier, hier zit gewoon olijfolie in, hè? Dit is, het is niet wat het lijkt. Hier zit gewoon olijfolie in, pas. Dat ook, zeg je. Bosnians be like. Wanneer je niet kan wachten. Oh my god, dat is zo lekker. Ik heb deze dus gisteren gemaakt. Deze gaat dan in de koelkast en die moet dan opstijven. Ja. Oh my gosh, het is zo lekker. Ik wil het nu al gewoon opeten. Het is eigenlijk, hoe heet deze ook alweer? Deze heet strawberry milkshake. Echt zo lekker, guys. Zondag. En we hebben een heerlijke ochtend gehad. De zon schijnt bij ons in de slaapkamer. Het is zo mooi zonnig weer vandaag. Nou, vergeleken met gisteren is het echt een wereld van verschil. Ik voel me gelijk al zoveel happier. En we hebben lekker koffie gedronken in bed. En toen lekker gesport. En ik heb nu een lekkere smoothie voor mezelf gemaakt. Hier zitten bramen in, spinazie, havermoutmelk en lijnzaad. En ik ga me nu even klaarmaken. Vandaag is mijn planning echt de hele dag ga ik aan mijn fotografie zitten. Er zijn een paar ideeën die ik heb die ik wil uitwerken. Ik wil het nog niet echt delen, want ik weet niet of het gaat lukken. Ik hoop dat het lukt, maar ik moet het zelf voor mezelf even uitzoeken hoe het werkt en hoe ik het kan aanpakken. Dus daar ga ik de hele dag mee bezig zijn. En ik wil gewoon echt even fully focus op, vandaag gewoon echt fully focus op de dingen waar ik echt energie van krijg. En dat is gewoon echt, daar heb ik gewoon echt zin in om daar gewoon aan te werken. En ik heb ook Sarah gevraagd of hij dan gewoon andere taken die in het huis gedaan moeten worden voor mij wilt overnemen. Want ik merk heel vaak dat ik gewoon te weinig tijd heb. Of ja, niet genoeg tijd heb. Of om gewoon aan mijn dingen te werken waar ik aan wil werken. Dus aan mijn hobby's. Aan de dingen waar ik energie van krijg en wat ik leuk vind. En ja, dat komt omdat ik gewoon me verantwoordelijk voel voor de dingen die in huis moeten gebeuren. En dan ga ik dat eerst doen en dan ben ik daarna moe. Of dan heb ik geen zin meer om de dingen te doen die ik eigenlijk wilde gaan doen. Dus dan kom ik altijd in zo'n visuele cirkel terecht. En ik heb zoiets van, ja, ik wil ook gewoon echt een hele dag kunnen focussen op de dingen die ik wil doen. En die ik ook gewoon voor elkaar wil krijgen. Want ik heb ook gewoon doelen en zoveel dingen op mijn to-do-list. En ik merk dat ik het heel vaak dan verschuif. Omdat ik andere dingen dan gewoon belangrijker vind. Omdat ik daar ook gewoon verantwoordelijk voor voel. Dus Senna zei van, oké, vandaag ga jij gewoon de dingen doen die jij wil doen. En waar jij blij van wordt. En dan ga ik gewoon alles wat gedaan moet worden, andere dingen in het huis, ga ik van je overnemen. Dus we gaan kijken hoe dat gaat. ik ben in ieder geval heel excited daarvoor. Ik ga wel even mijn make-up doen. Dat doe ik nooit. Dus gewoon als ik thuis blijf. Maar ik ben toch wel van plan om vandaag misschien nog een aantal foto's te maken van mezelf. Die ik dan heb voor mijn Insta. Voor mijn Insta van Captured by Lisa. Maar ook voor mijn website. Dus wanneer ik blogs en zo deel. Dat ik dan gewoon foto's van mezelf heb. Of foto's dat ik aan het werk ben. Of dat ik koffie aan het drinken ben. Etcetera. Nou. Je weet vast wat ik bedoel. Dus ik moet me daarvoor wel even klaarmaken. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin, maar ik ga het doen. En het is ook mooi weer. En we gaan straks, wanneer ik alles heb gedaan, gaan we wel even wandelen. Ik moet echt naar buiten, want de zon schijnt. En sowieso even nog boodschappen doen. Oh ja, en Sarah is dus morgen jarig. En ik wil toch wel iets van
Ik weet niet of ik iets van versieringen ga halen. Kijk, hij vindt die dingen niet boeiend. Hij vindt zijn verjaardag niet boeiend. Weet je wel, ik ben zoiets van, ik wil versieringen, ik wil een taart, ik wil kaarsjes uitblazen. Ik bedoel, ik lijk gewoon 5 wanneer ik jarig ben. Ik wil gewoon die hele experience, maar hij is niet zo. Hem boeit het gewoon totaal niet. Maar misschien dat ik toch wel iets ga doen, of kaarsjes of zo halen, zodat hij wel gewoon kaarsjes kan uitblazen. Dus ja, ik ga even mijn make-up doen en kut, mijn batterij zijn leeg, dus ik moet ook even deze opladen. Oké, guys. Nou, het is al bijna 4:30. Ik heb de hele dag gewerkt. En ik ben echt moe. Ik ben kapot. Ik heb foto's gemaakt. Ik heb aan mijn fotografie gezeten. En best wel ver gekomen. Dus ik ben echt heel blij. En dat had ik echt even nodig, die focus. En we gaan nu denk ik even boodschappen doen, of niet? Ja. Ja, we gaan nu even boodschappen doen. En dan eten. Nu is het lekker tijd om een wandeling buiten te maken. De zon is alweer bijna weg, maar het is echt een hele mooie dag vandaag. Iemand is jarig. It's someone's birthday. Hey guys, het is maandag. En Stella is jarig. We zijn nu bijna in Roermond. We gaan dus naar die outlet. We zijn er al volgens mij bijna. Ja. Ik ben benieuwd wat het allemaal is. Ik ben benieuwd wat ik voor zaad ga halen. Hij is ook benieuwd. Het is echt zo koud vandaag. Het is volgens mij 2 graden en ik durf het gewoon niet aan. Ik heb mijn muts ook mee. Ik ga zo wel even mijn muts op doen. Wij moeten ook echt de hele tijd plassen. Stella is al een keer gestopt. Bij tankstation. En ik moet ook heel nodig. Wacht even. Wanneer het zo koud is, moet ik gewoon constant plassen. Nou guys, we rijden weer terug. Het was best een geslaagde dag. We hebben net ook nog lekker frietjes gegeten. Oh my god, ze waren zo lekker. Het was wel echt fucking koud. Gewoon echt niet normaal. Het was nog best wel druk. Er stonden echt dikke rijen. Vooral voor Gucci en wat nog meer, Prada. Ik weet niet meer. Adidas, Nike. Echt niet normaal. Maar ik heb hele leuke dingen voor Senna gehaald voor zijn verjaardag. En dat was natuurlijk de bedoeling. Dus ja, we rijden nu weer terug. En het was ook wel, genoeg. Ik begon ook echt al moe te worden. En vanavond eten we lekker sushi. En dan gaan we lekker thuis bestellen. Dan kunnen we lekker thuis romantisch. Gewoon in mijn loungewear lekker avondeten. Nou, guys, ik ben helemaal vergeten te vloggen. Maar we hebben het eten op. Het was zo lekker. En we hadden echt trek. Dus we hebben gewoon lekker sushi besteld. En van alles en nog wat. En ik zit echt vol. En het was echt, echt heel lekker. We wilden dus bij Sushi Corner Arnhem bestellen. Maar we kwamen dus achter dat ze niet leveren in onze wijk. Of in ieder geval, ik denk dat het een beetje te ver is. Dus we hebben maar gewoon van Sushi Point besteld. En daar vinden we het ook heel lekker. Dus ja, ik was helemaal vergeten te vloggen. Want we hadden er zoveel zin in. Nou guys, het is tijd om te slapen. Het is volgens mij alweer bijna 11 uur. Morgen moeten we werken. En ik wil bij deze de vlog afsluiten. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe vlog. Bye guys!